Yo mensen, tot ik in deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999 en vandaag weer de nieuwe spelerskermode. Het is weer woensdag, dat betekent natuurlijk weer de spelerskermode. Onze speler Wesley, de spits Wesley Fokker, maar mij genoemd. Het is de wedstrijden tegen Young Boys en de wedstrijd tegen Heracles. Deze wedstrijd dus tegen Young Boys en de wedstrijd nog een keer uit tegen Young Boys. En dit is dus thuis. We komen op 1-0 voorsprong. En het is Acosta die de doelpunt maakt. We komen op 1-0. Ja, als speler van Feyenoord nu in de spits. Onze eerste Champions League wedstrijd, in ieder geval kwalificatie. Maar ja, dat geldt wel voor Champions League. Dus ja, dat hebben we in ieder geval in onze pocket. Onze eerste Champions League wedstrijd. Tapia, mooie voorzet. Kunnen we ook onze eerste Champions League goal maken? Nee, die bal wordt weggehaald. Botteguin vangt hem op, maar dat was buitenspel van Hansson. 28e minuut. Als hier de kans komt voor Young Boys, maar die bal gaat gelukkig over. Nieuwkoop. Onderschepping weer van Young Boys. Het is gevaarlijk. Atapia ertussen. Acosta. Weer in de voeten van een speler van Young Boys. Feyenoord is even helemaal de weg kwijt. Vlak voor rust. Bal terug. Acosta. Acosta. Sinisterra. Sinisterra. Wesley loopt daar vrij. Op het middenveld voorin. Hier Wesley nu geven. Sinisterra behoudt hem nog. Kan hem voorgeven richting Wesley. Hier laag. En dan is het de 2-0. We maken ons doelpunt, ons eerste Champions League doelpunt voor Feyenoord. Het is 2-0 voor Feyenoord. We staan voor. Vlak voor rust schieten wij de 2-0 erin. En dat is wel heel mooi als spits van Feyenoord dat we dat kunnen doen. 42e minuut, bijna rust. Kan het nog 3-0 worden? Kunnen we ons nog een doelpunt erbij maken? Nee, de ballen worden weggehaald. En hier is de bal weer voor Young Boys. Erkin. En de bal over de zijlijn, de ingooi is voor Young Boys. Hier, Soleimani. Oud Ajax ziet, volgens mij niet vergis. Sanar. Nog 2 minuten extra tijd. Dat er een kans komt voor Young Boys. Young Boys gaat hem voorgeven. Acosta zet blok. Komt nog de corner aan. Vlak voor rust. Soleimani. Corner genomen. Weggehaald. En lijkt het toch de eerste helft voorbij. Ja, de eerste helft is voorbij. En we staan voor met 2-0. Ondertussen de tweede helft. Vlak naar de tweede helft. Gaan wij weer de aanval proberen met Narsing. Narsing en Acosta. Acosta, mooie bal op ver. Ver terug naar Narsing. Narsing in één keer door op de spits. Wesley. Nou, Wesley moet hem afmaken. En het zit er prachtig in. Het is 3-0 voor Feyenoord. En het is Wesley Fokker de spits. Wij die hem mogen maken. Deze wedstrijd dan. Het is 3-0. 53e minuut. Acosta, ver. Hansson. Hansson. Emil Hansson. Wordt het dan nog 4-0 voor Feyenoord? 4-0 dan misschien nog. Oh, de bal langs iedereen. Kan Wesley de bal binnenhouden? Ja, dat gebeurt. De bal is hier bij Botteguin. Bal raar voor. Toch bij Acosta. En de bal weer voor Young Boys. Weer Feyenoord. Botteguin, Narsing. Narsing en ver. En het is 4-0. 4-0 Feyenoord. Leroy Ver maakt hem. En dan is het echt over en uit voor Young Boys. Want Feyenoord komt op 4-0 voorsprong in eigen stadion. Hansen is eruit gegaan bij Feyenoord. Ver, Wesley. Weer de bal voor de Young Boys. Onderschepping weer. Ver. Pieta was de vervanger van Hansson. Nu dus in de wedstrijd. Pieta, Tapia en Wesley. Wesley voor zijn doelpunt weer. Wesley en de bal gered. De bal nog wel in het spel. Young Boys die de bal heeft. En die nou ook de aanval gaat zoeken. Weer onderschep. Botteguin. Young Boys is niet goed bezig deze wedstrijd om de bal uit te verdedigen. Wesley. Wesley, goede bal op Pieta. Pieta, goede voorzet. Botteguin in de redding van de doelman. Had het zomaar 5-0 kunnen staan. Nou, Botteguin weet de bal er niet in te koppen. Wissel hier. Botteguin naar de kant. Zijn vervanger is Malacia. Nog een kwartier te gaan. Nog steeds 4-0. Hier weer de kans. Weer van Wesley. Maar de bal meer de redding van de doelman. Soleimani naar de kant bij Young Boys. Acosta. Voorzet weggehaald. Wesley. Pieta. Malacia. Tel Malacia. Weggehaald. Ook niet echt top. Want de bal is weer van Acosta. Op een gevaarlijke plek. Pieta. Mooi bal op Haps. Luciano Haps. Mooi voorzet. Wesley en naar de grond gekopt. En hij zit erin. Het is 4-0 en het is zijn derde. De hat-trick. Zijn eerste hat-trick ook volgens mij voor Feyenoord. Het is de 3-0. De 5-0 is zijn derde doelpunt van de avond. Van de spits van Feyenoord. Hij doet het dus goed. Hij is heel erg belangrijk deze wedstrijd. De 5-0. Maar goed, kunnen we ook belangrijk zijn tegen Heracles? Dat is natuurlijk de vraag. En kunnen we belangrijk zijn in de uitwedstrijd? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want daarna hebben we nog een keer, als we winnen, een kwalificatie. En dat wordt dan wel iets lastiger. Want ja, Young Boys is natuurlijk wel een makkelijke tegenstander om die te treffen in de kwalificatie.
In ieder geval, de extra tijd zit er bijna op als wij op de 5-0 voorsprong staan. En dat lijkt mij toch ook wel voldoende om door te gaan naar die volgende ronde van de Champions League. De volgende kwalificatieronde. Wordt nog een doelpuntje bijgeprikt dan door Feyenoord. Pieta, voorzet weer op Wesley. Nu schieten in plaats van koppen, maar die bal gaat hij helaas niet in. We winnen met 5-0 en nu naar de wedstrijd tegen Heracles. Wij zijn natuurlijk man van de wedstrijd met 3 doelpunten. Maar goed, we gaan naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Die spelen we uit. Heracles Feyenoord, we spelen ongeveer met hetzelfde elftal. En laten we hopen dat we het goed kunnen doen tegen Heracles. Let's go. Ja, na 6 minuten geven wij een open bal op Narsing. Lange bal op Narsing. Luciano Narsing teruggeven of zelf. Hij gaat zelf, maar de rest de redding van Blaswies. Hoekschop van Narsing. Narsing, voorzet. Weggehaald door de keeper van Heracles. Opgevangen door Van Beek. Tapia. Tapia, Wesley raakt de bal kwijt aan Dos Santos. Goeie terugkomst van Wesley. Wesley heeft de bal uiteindelijk ook weer. Geeft de bal op Sinisterra. Van Beek. Wesley's Van Beek. En dit is, ik wou zeggen, een paas in niemandsland. Komt onderaan bij een Feyenoord. Weggehaald, Hardeveld. Ook niet echt lekker. Tapia vangt hem op. Tapia en Wesley. Wesley terug naar Acosta. Wesley van afstand. Maar dat is heel slecht geschoten. En dus geen doelrijke kans voor de spits van Feyenoord. Sinisterra. Acosta. Het is iets lastiger voor de spits van Feyenoord in een uitwedstrijd. Dan moet hij nog heel even wennen. Haps. Ver. Nu dan de kans voor de 0-1. Narsing. Als die goed komt. Hier. Wesley. En dan is het hangen. Dan staat hij opeens vrij. En dan is het 1-0. En die kans moet je niet aan hem open laten liggen. Het is 1-0 voor Feyenoord. Het is Wesley die hem scoort. De spits van Feyenoord. En meestal is hij in vorm als hij gescoord heeft. Nu een mooie paas weer op Narsing. Die twee vinden elkaar goed deze wedstrijd. Narsing en Wesley. Hier weer een mooi paas. Nu te zacht geschoten. Had hem eigenlijk af moeten geven. Maar dat deed Wesley niet. Zo is de bal dus weer voor Heracles. Maar de ingooi is hier voor Feyenoord. Narsing. Haps. Wesley. Tapia. Sinisterra en Wesley. Wesley nu zelf voor eigen kans. Hij gaat hem afgeven. Hij gaat zelf. En de bal over. Bijna de 2-0 dus. Ondertussen nog 20 minuten gaan in de tweede helft. Waar er lang niks gebeurde. En toch Feyenoord weer de bovenhand voert met Wesley. Knoester. Hij raakt de bal kwijt op een gevaarlijke plek. Maar Hardeveld en Bakboord kunnen de bal nog weghalen. Voordat Wesley kan schieten. Nu moet Heracles eigenlijk wel de bal weg, gauw weg niet halen. Anders kunnen wij nog een aanval komen. Dus ze komen eruit. Merkel weer. Het is zordig achterin bij Heracles. In die tweede helft. De laatste minuut. Het laatste kwartier. Waar Feyenoord weer de aanval gaat doen. Met Wesley en Pieta. Wesley. Wesley voorgeven daar. Richting Hansson die daar loopt. En dus de ingooi. Nee, wordt nog binnengehouden. Merkwaardig. Nog mooi binnengehouden. Acosta. Tapia. Nu wel weer weggehaald. Niemeyer. Merkel. Niemeyer. Wesley. Nee, niet. Pieta. Nu wel op Wesley. In één keer door. Wesley nu wel voor eigen kans. Zo gaat hij er langs. Wesley. Hij geeft hem af. Komt niet bij iemand aan. En nu wordt hij naar achteren gecrossed. En dan komt de wissel erin. Jurkussen gaat het veld in en Wesley de spits verlaat het veld. En dan gaan we de volgende wedstrijd spelen. Wil nog een wedstrijd? Jazeker. 3 wedstrijden. Deze wedstrijd tegen Young Boys. Maar ja, dat is dan de uitwedstrijd. En die is niet zoveel bijzonders, kan ik jullie vertellen. Want ja, we hebben natuurlijk al 5-0 ronden thuis. En ja, dan is uit eigenlijk niet meer zo heel erg belangrijk. En ja, dat gaan jullie ook wel zien. Goed, we gaan kijken wat er gaat worden. Na 33 minuten, jullie zien het al. Er gebeurt niet echt veel deze wedstrijd. Het is natuurlijk weer uit en dan is Feyenoord een beetje zwakker dan thuis. Goed, Young Boys komt met de eerste kansen. Deze bal gaat toch nog bij Soleimani aankomen. Dat is mooi gedaan door Young Boys. Terug. Sanar. En de ingooi is voor Feyenoord. Hansson. Hansson en Botteguin. Botteguin Tapia. Tapia Acosta. Wesley. Wesley en Narsing. Vinden elkaar echt prima. Maar toch deze paas helaas niet van Luciano Narsing. Dus is het weer Young Boys die eruit komt misschien. Ciro. Het is nu echt Young Boys. Nee, de bal weer voor Haps. Haps en Tapia. Tapia en Acosta. Aanval vlak voor de rust. Komt er nog een doelpunt dan? Komt er dan toch nog een doelpunt? Wesley. Wesley, mooie bal weer op Emil Hansson. Hansson moet hem voorgeven. Dat doet hij. Mooie paas. Redding van de doelman. Had hij er niet gekomen, had het zomaar 0-1 kunnen zijn. Maar helaas niet. Ingooi wel voor Feyenoord. Waar niks uitkwam. Tweede helft ondertussen. 49e minuut. Een bal weer op Wesley. Wesley wil zo graag scoren. Ook uit hier in
Welk land is het eigenlijk, Young Boys? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, hij wil natuurlijk gewoon het liefst scoren. De spits van Feyenoord. Ook deze uitwedstrijd. Gaan dat lukken? We weten het niet. We hopen het tenminste. In ieder geval hebben we een rode kaart te pakken, zoals jullie konden zien. Van Nieuwkoop. Sinisterra. Sinisterra komt er dan nu de kans. Sinisterra, de rebound zit erin. De kopbal van Sinisterra zorgt ervoor dat Feyenoord voorkomt met 1-0. 6-0 in totaal, terwijl er een wisselspeler klaar staat. Jurkensen staat langs de lijn. Is dat dan voor ons? Ik denk het wel. Ik denk het toch echt wel. Bilic is verkocht, zie ik. Ik weet niet aan wie, dat staat er niet. Maar goed, wij worden gewisseld. Je ziet het Jurkensen naar Dinnevente voor ons erin. En ja, de volgende wedstrijd aflevering zien jullie weer de volgende wedstrijd. Bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op duimpje heb gedaan. En dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu, later. Welcome to another crime scene.